denk de vrijheid van de tentoonstelling, de diversiteit, de plek waar ik ooit mijn opleiding heb gehad als kunstenaar, zij het op een andere plek. Maar het idee dat zo'n instituut bestaat toen de tijd naast de Vrije Academie was ontzettend belangrijk voor mij. Omdat ik heel bewust van heb gekozen voor de Vrije Academie. En gemak is daar een beetje in de hele idee en de gevolg van. What I really miss is that I have this opportunity to see unexpected things. Ways that people present themselves and present art in the society, that makes me thinking. A fantastic exhibitions I had here about Palestine, about the environment, about people said, hey, that is special. I learned from that. That is something close to my heart. That's what I'm going to miss. There are other places, but this was something you walk in, and when you walk in, some days it's not so good, but most of the time it is something very warming. That's what I miss. What I want to miss? Wat we gaan missen is natuurlijk enorm het gevoel van vrijheid wat hier altijd hing. En het gevoel van experiment, vibratie in de lucht. Dat een broedplaats was voor de Haag voor allerlei mooie experimenten. Dus dan beeldende kunstgebied, alles was mogelijk. En vooral het enorme netwerk wat er was, met binnenlandse, Nederlandse of buitenlandse kunstenaars. We hebben hier een keer een hele mooie expositie nodig gehad, een heel groot ding waar we zomaar de ruimte voor kregen om het ding in te vullen. En nu staat er een mooi kunstwerk weer van ons en we zijn heel trots dat het deze laatste expositie dat we weer gevraagd zijn hebben. Het is doodzonde dat zo'n plek zit, hè? Een verarming van het beeldende kunst, zeker in hier in zonde. En jij? Ik kan het me helemaal bij aansluiten, maar dus als ik het in een paar woorden moet vatten, is het de vrijheid en de interactie. Dus heel veel die zijn kunst. Alles is mogelijk en dat is heel erg prettig hier. Wie weet nog. En Marie-Jean was aan het roer. Skip. I think the edgy productions and the space to gather. It's like it's a combination of what they show and the kind of the space that they offer for people to come together, especially on Hochzeit. Of course, the space. And everything else, just mentioned, but also the soup. Oh yes, the soup. In the Hoofdtuin. Yeah. But the space is just excellent. We were just talking about it. Yeah, it's huge and it's versatile, and The Hague doesn't have very many places like that, so it's too bad. That's it. I think that Marie-Jean missed me around that. Als directrice van het gemaakt een heel toegankelijke persoon. Ik heb alleen maar één keer met haar samengewerkt en het was heel fijn. Maar los daarvan, ik denk dat ze zegt heel veel over haar. Het feit dat ook de mensen die met haar samenwerken heel erg toegankelijk zijn. Dus ze kan een sfeer creëren dat ja, bijzonder is. Dus ik denk dat dat grappig is. Ik denk dat gemak ook wel een beetje anders is dan heel veel andere plekken in Den Haag. Wat betreft dat het niet standaard uit het potje kunstenaars is waar iedereen al exposities mee maakt. Dus dat het echt een andere kijk is op wat er nu actueel is in de kunst, denk ik. Dat idee heb ik wel. Ja. Nu verdwijnt, wat eigenlijk zo tragisch is en ook wel heel erg jammer, denk ik dat er een groot gedeelte van
dat gebeurt op dit moment. Als je nu naar de groep kijkt die hier vanavond ook is, dan zie je ook dat men kent elkaar. En er zijn er worden gewoon goede gesprekken uit, goede woorden uit met elkaar gedeeld. En dat maakt het ook wel heel mooi om te zien dat je zo'n plek dan hebt. En als het gemak verdwijnt, dan verdwijnt de mogelijkheid van het gesprek. Het gesprek over autonoom kunst. Ik kwam in 1987 op de Vrije Academie, waar ik Rudy Rooijakkers vroeg of ik mocht komen tekenen, omdat ik graag wilde tekenen modellen, maar gezien ik alleen maar patronen kon maken voor kleding en niet leuke modellen kon vormgeven. Toen zei hij, ja natuurlijk, je moet komen. Dus ik ging komen en ik ging naar model tekenen. En toen bleek dat ik eigenlijk alle modellen wegging krassen en uiteindelijk abstract ging werken. En daarna heb ik hier dus nog in de Geinstraat gewerkt tot 1990, naast mijn bedrijf. En daarna ben ik in 1990 meegegaan naar dit gebouw. En dat was toen met Bob Bonies. En in 2007 ben ik weer teruggekomen en ben ik gaan werken, vrij gaan werken. Toen was Ingrid Rollema de directeur en ik moet zeggen, ja, ik heb hier zoveel bijzondere momenten mogen meemaken. Mensen, kunst, kunstenaars, kick-offs, filosofie, whatever. Ik heb zoveel gekregen, zoveel mooie dingen en daar ben ik heel erg blij om. En ik zal de plek misschien ook wel missen, maar het instituut is nu voorbij en over en dat vind ik eigenlijk dat het niet kan. En zeker niet dat het zomaar weggevaagd wordt. Sorry, dat is, het raakt me, het breekt me en ik ben een emotioneel mens. Dus ja, ook deze avond is emotioneel en gevoelig. En verder, leef het leven en de kunst. A couple of years ago I started a platform called Embassy Unlimited, and while I was looking for places where I can present it, Gemak was one of them. We presented together with Marie-Jeanne, I presented a number of international artists, I find it really important to have these kind of places that are open to all kind of experiments. There wasn't like a big selection process behind it. Marie-Jeanne was extremely open to welcome any of the artists that I presented, and I think that places like Gemak are extremely important in The Hague, but also in the Netherlands, to keep a lively discussion about the arts going. And I think it's a very sad moment actually that Gemak has to close, also because of the history and its connection to Freie Akademie. I think it was a very, very important organization. Wat ik het meest ga missen, dat zijn die momenten dat Gemak op heel korte termijn inspringt op wat zich in de stad voordoet. En of dat nou is dat Art School met scholen in de Schilderswijk een project heeft gedaan wat zoveel portretten heeft gegenereerd, dat het helemaal de moeite waard is om die hier tentoon te stellen. Of dat het is omdat het nodig is dat je elkaar ontmoet rond het thema cultuur, educatie en zij daar een debat over organiseren. Of nu, vanavond, een afscheid.
met veel kunstenaars die hier hebben geëxposeerd. En dan constateer ik dat 5 daarvan deel uitmaken van het kunstenaarscollectief van Art School. Nou, dat kan niet toeval zijn. En daar ben ik trots op en dat ga ik missen. En ik denk dat ik vind het een prachtige ruimte om dingen in te exposeren. Dus ik ga vooral denk ik de exposities missen. En ook de geschiedenis die gemak heeft met de Vrije Academie. En DNA heeft er natuurlijk gezeten. En alle exposities en de ontwikkeling die er in de exposities is. Dus het is ook gewoon heel zonde dat zo'n token van cultuur weggaat uit Den Haag. If you want to be loud and heard, you need to be present. And the mouth gives space. It's multiple space, it has many faces. And it gives a frequency to be heard. It's multiple frequencies. And it's sharing experience of people you want to know is endless. Self is actually original. Open source as a development model promotes universal access via a free license to a product's design or blueprint and universal redistribution of that design. I'm gonna miss the place for the lovely people that have been receiving visitors here all these years, but it's been lovely. I mean, the whole change. I live around the corner, so you would expect that I would have spent much more time here. But this is a sort of whole window scenery that I pass by almost daily, and I just enjoy the fragments that I come across passing by, sort of. And it's a place for debate and a place for experimentation, and there's been music going on just like we see there right now, and I played here once a staircase concert. Yes, it was great, with Petra Siamakensiavash. We played a staircase concert. And I've seen some beautiful work here. And I don't know what it's gonna miss. I think the sort of because it feels like it's not a pretentious, I like that very much. There's not a huge threshold to come and do something here. And then the things that happen are sort of natural. And I love that it's not there's no sort of cloud around it. It's just the work or the debate or whatever it is, it's just there. So I'm gonna miss that. And there's a lot of art initiatives, of course, in Den Haag, but this has been, in my opinion, a place that has been really accessible and open and also available in a way to suggestions or ideas, so that's fantastic. I think it's a big loss, because Gemak was one of the few places that had more or less a political approach to art, let's call it, or engagement, you call it in French. I don't know if it's proper English, engaged, but and as such it was a place where it's strictly
art, but also the society was at stake, let's say, was in focus. And that's what Marie-Jeanne always wants, or Marie-Jeanne de Roy, the director, she's always been, how you say, socially involved. And for the circuit, let's call it that, the cultural circuit, it's a big loss because it's in the middle of the center, and it feels like a big chunk is being cut out now. Not in the least for the high tide is the gallery tour. That's 4 times a year, and we always started there. And Marie-Jeanne was very generous, offering visitors soup, a free soup meal, and the guides would come there and we would gather and depart from there for the guided tours. In short, it's a big loss. Yeah, and for me personally as a gallerist, I'm just around the corner of Gemak, and we did a few shows together in collaboration. One was called Green Gemak. It was about art and nature. It was some 3 years ago. And this year we had Pascal Sophie Caparis and Justin Bennett, who had a multimedia presentation. Parallel to the exhibition in Gemak, there was a presentation here at the gallery, and I always found it very stimulating and challenging to make a double exhibition, which was always more than I could do here in my own gallery space. So I will miss that too. So a place that anyway was trying to reinvent itself in a positive way would have afforded, in my opinion, a little more time, a little more support to go, you know, a further, longer trajectory than it has been able to do. Because certain things just need time. And again, as she said, being a place which has had a very long history, it's very difficult to just change from day to day. And that's quite symptomatic of the lack of understanding or the lack of care of administrations towards what is there in place at the moment, and what is there in place which has a history that cannot be just rebuilt overnight, tomorrow, or, you know, like in a month or in 6 months, when you want to start from scratch. This also means that, again, this central, very central location of the Hague that has been dedicated to art for decades will now all of a sudden be, well, God knows what, because there's just a basic problem of real estate allocation. One might hope that another cultural organization busy with art takes the same location, but if were not the case, well, you would just be left with another big building filled with some commercial enterprise that would obliterate completely, you know, like any trace of what has been